Jan Schoonhoven werkt zijn hele leven als ambtenaar bij de PTT. In zijn vrije tijd maakt hij kunst. Niet zonder succes. Ze zijn van karton, papier-mâché, krantenpapier en verf. Ze zijn wat ze zijn. Hooguit kan je iets zeggen over hoe het licht erop valt. Wat, of beter, welk idee ligt eraan ten grondslag? Wat maakt dit tot meer dan alledaagse doorsnee versiering? Wat maakt het tot de kunst? Als een monnik, als een middeleeuwse detailist, urenlang in opperste concentratie aan het tekenen, bedenken, kijken naar dingen. En dat maakte niet uit of er nou 10 mensen in de kamer zaten of er niemand zat. Hij kon gewoon doorwerken eraan. Und was für mich unglaublich ist, dass die Werke mich immer noch beeindrucken. Oft eine halbe Stunde da sitzen kann, mir das anschauen kann und dann auf einmal sitze ich und denke, verdammt, das Ding vom Jan ist toll. Und dann denke ich, Jan, du Hund, du bist wirklich ein Genie oder so. Het licht ziet er bij hem steeds anders uit, maar de verschillen tussen de beelden, die zijn zo gering, zo moeilijk. Je zou het je niet kunnen herinneren. Er zit iets heel democratisch in, van alles is aandacht waard. Niks is een hoofdzaak, zoals hij dat ook zelf heeft geschreven.